Het duurt nog 5 dagen, maar in Eindhoven wordt al hard gewerkt aan de opbouw van de 7e editie van GLOW. Kunstenaars en designers uit binnen- en buitenland reizen af naar Eindhoven om de stad weer in de spotlight te zetten. Het thema van dit jaar is Gezichten in de stad. De route is deze editie iets uitgebreider, want ook Stratums Eind doet mee. Daar komen 19 bogen te staan, waaraan lampen en discoballen hangen. De bedoeling is dat Stratums Eind zo 1 lange dansvloer wordt. Ook nieuw dit jaar, GLOW-S op Strijp-S. Daar wordt een verzameling lichtkunst gepresenteerd. De binnenstad van Eindhoven gaat dit jaar tijdens GLOW op slot voor verkeer. Vanaf 6:30 tot sluitingstijd is GLOW afgesloten voor doorgaand verkeer. Vorig jaar was de organisatie niet goed voorbereid op de 360.000 bezoekers. Zij hoopt met de nieuwe maatregelen te groeien tot maximaal 500.000 bezoekers. GLOW start op 10 november en duurt een week en is iedere avond te bewonderen vanaf 7:00.